Vier jaar geleden onthulde Ford een omstreden elektrische auto, de Mustang Mach-E. En die controverse die zat hem niet zozeer in het lijnenspel of de aandrijflijn, nee, die zat hem in de typenaam. Want bij het woord Mustang denken de meeste mensen aan een hele andere Ford. Gooien de Amerikanen die modeltactiek overboord nu het tijd wordt om het kleine broertje van de Mach-E te introduceren? Hell no, want dit is de Ford Explorer. Wacht eens, de Explorer, dat is toch zo'n hele grote Amerikaanse SUV? Klopt, Ford voert het model daar al dik 30 jaar lang. De Explorer is inmiddels ook in Nederland verkrijgbaar, als plug-in hybride. Maar als het aan Ford ligt, denk je bij het horen van de modelnaam straks primair aan deze auto. Een volledig elektrische crossover met de buitenmaten van een Focus. In de Verenigde Staten gaan ze deze Explorer niet tegenkomen. De auto is exclusief bedoeld voor Europa en wordt hier ook gefabriceerd. Aan onze kant van de oceaan gaan we echter wel steeds meer Amerikaanse Ford zien. Want na de reguliere Mustang en de plug-in hybride Explorer komt ook de Bronco deze kant op. En dat komt allemaal door jullie. Vier jaar geleden vroeg Ford aan zijn publiek welke woorden er omhoog komen wanneer zij de fabrikant moeten omschrijven. Dat leverde begrippen op als verstandig en betrouwbaar. Een positieve uitkomst, maar ook een beetje saai. Zo'n merk wil Ford niet zijn. Om zich te onderscheiden gaan de Amerikanen daarom terug naar hun roots. Nou Amco, ik heb even een rondje gemaakt, maar ik zie nergens staartvinnen of overdadig chroom. Wat maakt dit nou zo'n Amerikaanse Ford? De Explorer-naam is natuurlijk al een hele iconische naam in de wereld van de auto's. We hebben een grotere Ford badge, waar we het chroom hebben vervangen tot wit. Hij is ingelegd, hè? Hij is er heel mooi ingelegd. Maar het algeheel heeft een wat steviger neus. Als je de Explorer-naam als een uitgangspunt neemt, dan zien we hier een zwarte E-pillar. Die zorgt dat er het gevoel geeft dat, dat het licht is. Want het heeft best wat gewicht. Maar we wilden wel aan de binnenkant zorgen dat de mensen het gevoel hebben dat er een lichte cabine in zit. En verder, ja goed, de wielen hebben ook dat hele duidelijke, aanwezige, maar wel heel precies. En een mooie combinatie tussen wat het kan en hoe mooi je dat kunt maken eigenlijk. Ja, wat ik wilde net zeggen, stiekem zijn ze natuurlijk weer retige stroomlijnd, zodat je elke kilometer uit die batterij kan peuren. Zeker, zeker. Ja, dit zijn hele goede. Het ziet er misschien niet altijd even zo uit, maar deze zijn ontworpen natuurlijk om de aerodynamica zo goed mogelijk te maken. Ja, goed, dat scheelt al snel zo'n 12 tot 13 kilometer. Wat is nou vanuit het designproces het ingewikkeldste of misschien wel het grootste offer wat je moet maken aan een gunstig rijbereik? Ik heb daar nog niet heel veel nadelen in gevonden, om heel eerlijk te zijn. En met name omdat designers willen natuurlijk alles glad hebben of heel geïntegreerd. Dat komt mooi uit. Ja. Want dat wil de wind ook. Ja. dat is een goede manier om er zo over na te denken. Hebben jullie nog discussie gehad over de carrosserie van de auto? Want je ziet nu een soort trend komen. Steeds meer fabrikanten die komen juist weer met lage elektrische auto's. Jullie hebben gekozen voor misschien wel de beste bouw voor een EV. Want de batterijen kunnen mooi eronder. Is daar nog over gespaard of was het van meet af aan duidelijk, nee, we willen de hoogte in, we hebben een crossover nodig in dit deel van de markt? Nou, we hebben dezelfde buitenmaten zo'n beetje als een Ford Focus. We wilden per se dat we een goede binnenruimte kregen. Daardoor zitten de mensen binnenin wat rechterop, waardoor je een goede hoeveelheid kofferruimte heeft. Dat geeft uiteindelijk een bepaalde hoogte en dat is oké. Okay. Met de aanwezige neus en de algehele hoogte van de auto
ja, dat geeft een goede proportie. En tegelijkertijd een fantastische ruimte aan de binnenkant van de auto. Nou, en dan kunnen we het nog even hebben over de achterkant van de auto. We hebben eenzelfde soort concept als de voorkant herhaald, waar we de breedte natuurlijk willen laten zien. Ja, en eigenlijk om ook terug te komen op je eerdere vraag, wat is er Amerikaans aan? Ja, goed, Amerikaanse auto's zijn natuurlijk toch wat groter. En het is zo mooi dat de klant daarvan profiteert. Amco had het net al over de footprint van deze elektrische Explorer. En hij en zijn team zijn er dus wijselijk niet voor gegaan om het ding monsterlijke buitenmaten te geven. Dat is alleen maar onhandig. En als deze Ford iets moest zijn, dan is het juist het tegenovergestelde. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit infotainmentscherm. Dat is verticaal, zodat je goed kunt zien waar je de rotonde af moet of wanneer jouw afslag eraan komt. En dat niet alleen, je kunt zelfs de kijkhoek verstellen. Dat je bijvoorbeeld last hebt van de schittering van de zon of omdat je de mensen achterin iets wilt laten zien op dat 15-inch scherm. Maar het mooiste is misschien nog wel dat er achter dat scherm een speciale opbergruimte schuil gaat waar je waardevolle spullen kunt neerleggen. En op het moment dat jij de auto op slot doet, gaat dat scherm ook dicht. Typisch Amerikaans is deze middenconsole, die met een inhoud van 17 liter gigantisch mag worden genoemd. Je kunt er een complete laptop in kwijt, of 3,5 liter flessen en een liter fles. Al die ruimte kun je naar eigen inzicht indelen. Het stuk kunststof waarmee je dat doet, dient tegelijkertijd als ijskrabber. Nou, dit is dan de cabriolet. Geintje natuurlijk. Ford heeft een opengewerkte versie van de Explorer neergezet, zodat we goed het interieur kunnen zien. Als het goed is, heb je daarvan al wat vruchten kunnen plukken. Want eerder in de video heeft cameraman Jasper al wat fraaie details kunnen maken. Juist omdat op deze auto de hoofdruimte oneindig is. Wanneer komt de nieuwe Explorer nou op de markt? Dat zal begin 2024 worden. En wat die gaat kosten? Ja, daar zijn ze nou nog druk mee bezig. Hetzelfde geldt voor de standaarduitrusting, die wordt ook nog bepaald. Maar wat Ford al wel kwijt wil, is dat iedere Explorer straks beschikt over een verwarmd stuur, stoelmassage, jawel, en deze kunstige speaker, een soundbar, die tegelijkertijd dient als het afdakje van je instrumentenpaneel. Er kan straks worden gekozen uit 3 verschillende aandrijflijnen met een vermogen dat uiteenloopt van 170 tot 340 pk. Het topmodel beschikt over 2 elektromotoren en is 4-wiel aangedreven. De overige 2 motorvarianten brengen het vermogen van 1 enkele elektromotor via de achterwielen op de weg. Het trekgewicht van de Explorer is onbekend, evenals het feit of er meerdere batterijgroottes bestaan en hoeveel inhoud die krijgen. Ford volstaat met het melden van een rijbereik van maximaal 500 km. De Explorer is optioneel verkrijgbaar met een warmtepomp en kan laden aan zowel een snellaadpaal, een regulier laadpunt als het stopcontact in de garage. Ja, wacht nou eens even. Is Amco er nog? Ja, Amco. Dit is toch gewoon van de Citroën BX. Er is niks Amerikaans aan. Nou, het is grappig dat je het zegt. Een van mijn eerste auto's was een BX. Kijk, maar dat was niet de inspiratie. Oh. Zeker niet. Deze zwaardvin, ook een Explorer stijl element, wilden we eigenlijk opnieuw op een moderne manier interpreteren in een soort grafische, semi-transparante wijze. En wat nou zo leuk is dat het geeft dat gewicht boven het wiel, waardoor de proporties werken. Het geeft een compactheid aan het design als je naar de zijkant kijkt van de auto, maar ook vanuit binnen hebben we een technologie dat je deze strepen door dat raampje niet ziet. Dus je kunt wel lekker handig parkeren, maar aan de buitenkant zie je het wel en aan de binnenkant niet. Dus dat geeft echt een speciaal effect waar we trots op zijn. Nou, met een Amerikaanse woord, dat is dus amazing. It is amazing. Op de achterbank kunnen ook volwassenen prima zitten. Je hebt meer dan voldoende been- en hoofdruimte. De kofferbak heeft een verstelbare laadbodem. Met de achterbank overeind kun je 450 liter aan bagage kwijt. Klap je de rugleuningen neer, dan moet er meer dan 1400 liter aan spullen achterin de Explorer mee kunnen. De hoedenplank zit aan de achterruit bevestigd, zodat je profiteert van een optimale laadopening. Ho, ja, dit moet dus straks niet meer kunnen gebeuren wanneer je de Explorer eenmaal op straat tegenkomt. Want de elektrische crossover beschikt over een keur aan veiligheidssystemen met een nadruk op
ongelukken in kleine hoekjes, zoals bijvoorbeeld zomaar de deur openzwaaien of per ongeluk een paaltje meepakken tijdens het inparkeren. Met deze Ford zou dat tot het verleden moeten behoren. Dit najaar hopen we je te vertellen hoe de nieuwe Explorer rijdt. Dat is extra interessant omdat Ford tegenwoordig nauw samenwerkt met Volkswagen. De ID-modellen van de Duitsers staan op dezelfde bodemgroep. Maar de Amerikanen verzekeren ons dat de Explorer zal rijden als een echte Ford. Fiesta verdwijnt, de Focus en de Mondeo staan op de tocht en in de tussentijd introduceert Ford steeds meer Amerikaanse modellen op de Nederlandse markt. Het lijkt me dat ze alleen daarom al van hun stigma's verstandig en betrouwbaar af zijn. Maar ze zijn natuurlijk niet gek, hè, bij Ford. Want die Mach-E die is in Nederland niet aan te slepen. En ik voorspel dat ook deze Explorer een hele grote groep klanten gaat trekken. Vanwege zijn niet alledaagse ontwerp, maar vooral vanwege de geboden gebruiksmogelijkheden. Of het nu gaat om een actieradius van dik 500 kilometer of die verschillende handigheidjes in het interieur. Later dit jaar hoop ik je alle ins en outs te kunnen geven. Voor nu ben ik vooral benieuwd wat je van deze Explorer vindt. Is het een welkome toevoeging of had je liever een elektrische Focus gezien? Ik lees het graag in de comments. Vond je dit een leuke video? Deel dan een duimpje uit. En heb je dat nog niet gedaan? Abonneer je dan op ons kanaal. Dan ga ik kijken waar ik hier in de buurt een lekkere sappige hamburger kan vinden.